Good morning. Ik heb vanochtend thuis gewerkt en nu ga ik naar Café Restaurant Amsterdam, wat bij mij in de buurt is, omdat ik een interview heb met het Parool. Precies een jaar geleden hebben ze me ook geïnterviewd toen ik net aangesteld was als hoofdredacteur. En nu bijden ze weer een groot interview aan hoe het een jaar later is en welke stappen er zijn gezet. Hoe je omgaat met een jongere doelgroep die steeds minder geld uitgeeft aan print. Wat dus in het geval van Linda Meijden niet opgaat, want geheel tegen de trend in stijgt onze oplage alleen maar. En dat is natuurlijk echt wel heel te gek. Dus daar gaan we het over hebben en ik vind het echt een super grote eer en heel gaaf. Dus ja, ik hoop dat ik de vraag goed kan beantwoorden die ze voor me in petto heeft. En dan ga ik daar nog even werken, denk ik. Anders ben ik steeds aan het verplaatsen. Dat staat op de planning. Jordi is een beetje ziek, dus ik weet niet of ik die vanavond nog zie. Misschien moet ik even iets liefs voor hem doen. Misschien wil die gewoon lekker alleen in bed liggen. I don't know. En nog even een korte look van vandaag. Ik heb mijn nieuwe mango oorbel in. Ik doe er maar één in, want dat vind ik toffer. En hier heb ik gewoon allemaal ringetjes. Hier ook allemaal ringetjes. Dan heb ik een coltruitje aan. Wat enigszins doorschijnt, maar daar zit toch een jasje overheen. Die is volgens mij van Annalor Stories, maar ik weet het niet helemaal zeker. Maar ik denk het wel. 99%. Dit blazertje is van Philippa K. Vindt het ook tof. Met dit groen en zwart en denim. Dit is een oude ring van Mango. Een vintage Levi's. En ik loop nu nog op sneakers rond. Maar ik ga er nu even mijn nieuwe Calvin Klein boots bij aantrekken. En natuurlijk een tennisjas. Deze is zo zacht. Kan je het zien bijna als ik het van dichtbij film. Het is echt... echt zachter dan de zachtste teddybeer. Niet normaal. Heerlijk om aan te hebben. Ook heel lekker als je in de bioscoop zit. En deze dan omgekeerd op je te leggen als een deken. Wel moeilijk om dan niet in slaap te vallen. Maar you got this. Oké, ik ga snel naar de afspraak. Ik ben nu nog even aan het werk in Café Amsterdam. En ik heb een hele lekkere tonijn met spinazie besteld. Maar er komen dus ook frietjes bij. Die me wel goed smaken. Morgen ga ik weer naar Valentin. Dus ik ben benieuwd wat ze van mijn eetleven van de afgelopen weken vindt. Ook zijn ze hier een huge-ass kerstboom aan het opzetten. Ik denk oprecht 10 meter hoog. Zo hoog als dit enorme gebouw. Het is echt fantastisch. Helemaal kerstspirits krijg ik ervan. Lekker regenend, wandelen. Dan is een teddyjas wel even wat minder. En ook qua dat je net je haar hebt gewassen en gekruld. Altijd top. Over beauty verschijnselen gesproken. Deze nagellak is echt geweldig, maar hij chipt echt binnen 1 seconde. Ik heb hem gisteren al opnieuw geplakt. Nu zit er alweer een chip in. Dus het is een goede reminder waarom ik eigenlijk altijd gellak op doe. Want 1 dag vind ik wel jammer. Ik ben in Bar Moustache, wat ik net hoorde dat gaat sluiten. Heel verdrietig. Mijn allereerste vriendje van de middelbare school werkt hier namelijk. Het is echt hilarisch. Ik zat hier een keer in een afspraak, toen keek ik op en toen dacht ik... My first kiss, is it you? Heel grappig. We hebben net een hele leuke meeting gehad waar ik jullie helaas ook niks over kan vertellen. Maar het heeft met Linda Meijden en een enorm vet project in het buitenland te maken. Dus ik ben hier met mijn geliefde collega Johanne. Ik zie je bijna niet te zien. Met heel mooi lang blond haar. Nu even naar de mondhygiënist en ik heb heel fanatiek mijn tanden gepoetst. Dat doe ik altijd van tevoren, zodat ik wek dat ik heel goed mijn best doe, wat echt nergens beslaat natuurlijk. En ik ging ook bij de apotheek langs om de microginon 30 op te halen, de pil. En toen zei ze, ja, die is al maanden niet meer leverbaar en ook niet van andere merken in deze sterkte. Dus je kunt de microginon 50 nemen of de 20. En toen dacht ik, ja, het is superveel hormonen. Of je hebt een hele lichte, waarvan je helemaal niet weet of het werkt. En ze zei, ja, in de meeste gevallen werkt die ook. Toen dacht ik, oké, lekker advies. Dat wilde ik even met jullie delen, want ik vond het heel frappant. En ik weet eigenlijk ook niet wat die verschillen zijn, dus dat moet ik misschien ook maar eens uitzoeken. Thuis en ik ben niet een typische keukenprinses zoals jullie weten, ook omdat ik echt jarenlang single was en dan altijd alleen at en het niet leuk vond om heel veel tijd te besteden aan iets wat je dan in je eentje opeet. Als tweede argument dat ik gewoon heel veel werk, dus vaak dan als treat voor mezelf iets wil halen zodat ik wat tijd over heb 's avonds. En als derde dat je zo betaalbaar zoveel lekkere dingen in Amsterdam kan eten,
ook gezonde dingen. Dus het zat niet in mijn systeem. Maar de laatste tijd begin ik het wel steeds leuker te vinden. Ook nu mijn huis gezelliger is. Mijn huis. Alleen de keuken is nog niet aangepakt. Die is echt heel oud. Die zit er al 12 jaar in. Die is gewoon afgeleefd. En alles hangt schots en scheef. En dingen doen het ook niet meer en zo. Dus wie weet komt daar nog verandering in. Maar een tijdje terug deelde ik in een vlog iets van een noedelsoep die ik wel eens maak. Wat echt wel een van mijn favoriete dingen is. Het is niet een legit recept. Ik heb gewoon dingen bij elkaar gegooid die ik zelf lekker vind. Het heeft niks te maken met een goede Aziatische noedelsoep of een ramen of zo. Maar dit is wat ik lekker vind. Dus ik dacht, ik ga het even filmen en dan kunnen jullie het misschien ook namaken. Want het is echt de moeite waard. Ik laat jullie even zien wat er allemaal in gaat. Dit is wat er onder andere allemaal in gaat. Ik vind hem lekkerder nog met eiernoedels in plaats van rijstnoedels. Maar ik had deze nog, dus ik dacht ik maak het op. Je kunt dit natuurlijk vegan maken door de eieren weg te laten en er tofu in te doen. Ik doe ook nog kipstukjes, die moet ik nog even erbij leggen. Die een hele lekkere smaak, heel lekker gekruid zijn al. Dus die voegen echt wel iets toe. En dan moet er nog kokosmelk bij. Maar in principe kan je dit dus ook makkelijk vegan maken. Soms doe ik ook nog van die gefrituurde uitjes op, maar ik probeer hem een beetje gezond te houden. Wat het allemaal is, is natuurlijk knoflook en ui. Wel een goede basis voor van alles. Qua groenten heb ik aspergebroccoli en mihoen en spinazie. En dan kook ik die eieren. En dit zijn een beetje de kruiden die ik er allemaal doorheen gooi. Ik doe een bouillonblokje erin. En dan gooi ik er altijd wat hoisin saus, wat vissaus en een beetje sojasaus bij. Dit is ketchup trouwens, verkeerde. Ik maak het nog aan met sambal. Soms doe ik een beetje gemberpoeder. Uiteindelijk doe ik er nog bamboescheuten doorheen. En achar op, wat ik zelf heel lekker vind. En dat is het een beetje. Dit zijn de kipstukjes. Ze heten Thaise kipstukjes in Albert Heijn. En ik doe er trouwens nog een lenteuitje bij. Ik bak het in kokosolie. En hier heb ik ook de kokosmelk. Oké, ik doe de eieren erin. Hey Jordi! Hey! Ik kook ze 5 minuten, zodat ze nog een beetje wat zachte ei wil hebben. Want het is heel lekker als je ze dan openmaakt en het loopt een beetje in de soep. Dus dat doe ik even. Het loopt helemaal in de soep. Het loopt helemaal in de soep, jongen! 5 minuten timertje. Dan begin ik ondertussen ook al met de groenten aan te bakken. Ik doe het vaak een beetje in fases. Dan doe ik eerst de eieren en de groenten. En die leg ik dan alvast even op een bord. Dan ga ik daarna de kipjes bakken en de bouillon maken met de noedels. En dan kan ik daarna mooie borden maken met alles erin. Ik vind het toch een beetje te veel als alles tegelijk staat te koken. En op dit moment heb ik maar 1 kookpan. Dus het is ook practicality. Broccoli bak ik alvast met wat sojasaus en wat sambal. Spinazie ligt hier alvast te chillen. Ik heb nog wat gemberpoeder over gedaan. En nu ga ik de soep maken. Ik begin met een bouillonblokje, heel standaard. Doe ik eerst de noedels erin en dan ga ik al die sausjes er een beetje doorheen gooien. Voor de soep doe ik eerst een bouillonblokje, dan wat vissaus en hoisin erbij en sambal. De kokosmelk ook doorheen. Ik pak nog even het taugeetje heel kort even, warm ik even op. Lekker noedeltje. Lekker chefke van me.